Een aantal spelers van FC Utrecht komt dit seizoen uit voor een andere club. In de serie Utrechtse huurlingen gaan we op bezoek bij die jongens. In deze aflevering aandacht voor Patrick Joosten. Op 26 augustus speelt FC Utrecht in stadion Galgenwaard tegen VVV. Aanvaller Patrick Joosten zou bij wijze van mee kunnen in de spelersbus van de Limburgers. Enkele dagen later wordt zijn tijdelijke overgang naar Venlo namelijk een feit. En in zijn eerste wedstrijd in de koel is hij direct belangrijk. Ja, als VVV wat wil zal het zo moeten. En het lukt ook nog. Patrick Joosten 1-1 uit het niets. Uit het niets. Dus ja, dat was wel gek. Na, denk ik, 3 dagen was ik hier of zo. En toen speelde ik al die tweede helft en dan gelijk scoren was een lekker begin, ja. Ja, ik had gehoopt dat ik wat meer kon voortbouwen op dat begin, maar ja, het was in ieder geval een heerlijk begin. En ja, ik hoop dat ik nog een paar meer kan maken. Ja, en toen rende ik gewoon hier zo. En toen hier werd ik volgens mij ergens gestopt door die boys. En toen ging ik gewoon juichen. En toen was het 1-1. That's it. Bouw je ervan dat je verhuurd bent? Nee, totaal niet. Ik ben gewoon blij dat ik gewoon hier nu zit. En gewoon, tuurlijk wil je als voetballer wel altijd op het hoogste niveau spelen. In dit geval is Utrecht hoger niveau dan VVV. Maar ja, je moet ook begrijpen dat dingen in het leven nou soms eenmaal niet alleen maar zo gaan, weet je. Dus misschien is het juist wel even goed en ja, dus is het niet hier met een slecht of negatief gevoel. Eind februari 2017 gaat het mis op de training van FC Utrecht. Patrick scheurt zijn voorste kruisband en dus wacht hem een operatie en lange revalidatie. Een jaar later zit er aanvaller bij de wedstrijdselectie van Jong Utrecht op bezoek bij Helmond Sport. Joosten begint op de bank, valt in de tweede helft in en zo is zijn rentree in het betaalde voetbal een feit. In de slotfase van het seizoen speelt hij nog tal van wedstrijden voor Jong Utrecht. Maar aanhaken bij het eerste elftal, dat blijkt moeilijk. Ja, ik heb dat denk ik ook wel een beetje onderschat. Ik dacht dat ik in ieder geval voor deze blessure ben ik ook wel eens geblesseerd geweest. Maar dan rolde ik altijd wel makkelijker weer zeg maar, terug op wedstrijden fit niveau. Maar weet je, ik denk ook gewoon belangrijk is dat ik niet te kritisch ben naar mezelf toe en gewoon lekker moet voetballen en dat op een gegeven moment vanzelf wel het niveau wat ik presteer dat vanzelf wel omhoog gaat en dat ik daar niet te veel op moet focussen of mee bezig moet zijn van of ik aan die verwachtingen voor mezelf voldoe. Hier Seuntjes en Joosten daar vlakbij, Joosten kapt naar de man uit en schiet die bal binnen! Joosten met de 2-2, maar de vlag is omhoog. De vlag is omhoog. Het is een goal. Het is 2-2. Ja, dit is dan, Patrick, die trap waar ze het over hebben, hè? Ja, ik moet zeggen, als je elke dag loopt, begin je er wel aan te wennen. Maar vooral als soms de training taai is of zo, dan is het nog wel, dan voel je wel in je benen van dat de training taai was, zeg maar. Binnen 20 seconden of zo ben je wel boven. Dan moet je wat te doen. Zo lang is die ook weer niet. We doen het goed. Best veel punten al gepakt. Dus ja. Je zou haast zeggen, de handhaving is al een feit? Nog niet natuurlijk. Maar ik denk dat veel mensen die gewoon Eredivisie in zijn geheel kijken, wel denken dat VVV wel sowieso zoals ze volgend jaar ook in de Eredivisie speelt. En ik weet niet, tot nu toe gaat het gewoon goed. En soms hebben we het wel moeilijk, maar denk ook vooral verdedigend staan we altijd wel goed. En krijgen weinig grote kansen tegen. Dus veel ploegen vinden het wel lastig om ons te bespelen, zeg maar. Ja,
je weet natuurlijk niet hoe het was gegaan als ik niet geblesseerd was geweest. Misschien was ik nu wel basisspeler bij Utrecht geweest. Misschien ook niet, weet je. Dus ik denk dat dat moeilijk te zeggen is. Je weet niet hoe ik me dan zou hebben ontwikkeld in die tijd. Dus ja, moeilijk te zeggen. Ja, ik ga gewoon mijn uiterste best hier doen. En ik wil gewoon vlammen nu hier. En dan wil ik gewoon, de bedoeling is gewoon om zo goed mogelijk terug te komen. En dan hoop ik dat ik volgend jaar bij in de Galgenwaard weer kan staan.